Nu je hiervan weet, jongeman, ben jij onmiddellijk nu ook betrokken. Welkom in de drugshandel van de Nederland S&P 2. De muziekwinkel blijft bestaan en het is ook maar goed dat iedereen denkt dat we een muziekwinkel zijn. En wat als ze hierachter komen, dan is het klaar, Jarno. Wij gebruiken dit om onze drugs te neutraliseren. Dit is het geheime ingrediënt van alle drugs, Puk. We kunnen niet produceren zonder dit ei. Oké, okay, dit is goed. Hallo? Wat gebeurt hier? Ja, we hebben hier een beetje emotionele schade. Emotional damage! Ik weet het ook niet, oké. Okay. Maar dit doet pijn, de speakers die doen. Holy kakjes! Oh! Oh my god, dude. Oké, okay, twee vragen nog even. Eén, kan ik een online kopen? Ja. Nice. Twee, en dat is een hele belangrijke, kan ik de dingen resetten? Als er een bepaald geluidje niet meer... Ja. Je hebt recht op twee gratis resets. Oh, dat... Oh! De derde gratis gaat je kosten. Maar wel, dat klinkt goed. Maar okay, wel hetzelfde nummer. Ik wil nog... Een ander nummer wil, is een andere nieuwbox. Och, ja. Wat? Hoezo dan? Nee, juist. Nou, eenmaal geplaatst is altijd geplaatst. Ik bedoel een reset van gratis nummers resetten. Moet je een nieuwe kopen. Ja, laten we zeggen, het is een soort van bring your own cup principe. Weet je wel, als je koffie haalt en je hebt je eigen beker, dan krijg je ook korting. Dus dan krijg je, voor één diamond kan je een nieuw liedje aanvragen. Oké, okay, nou. Dat klinkt wel goed. Laten we even naar de shop gaan. Dan kan ik even van daar, kunnen we, okay. Ik wil nog één nieuwe kopen. Welkom bij de shop. Hier, 5 diamonds. Oh, top. Wat wilt u kopen? Ik wil eentje kopen. Ja, zeg maar. Van de link eindigt. XCQ. Is dit hem toevallig? Ja! Nee, wat... wat is dit? Het is een speciale versie. Een speciale versie zelf. Oké. Nou, deze wil ik doen, ja. Zijn geen... Deze heb ik nodig in mijn leven. Ja, dat is top. Ja, hier. Als je hem ergens wil plaatsen, geef me een geel. Oké, is goed. Ah, oh, wat balen dat het nog niet werkt. Ik weet ook niet waarom. Dit gaat mooi zijn. Dit gaat mooi zijn. Goed. De shop is gesloten voor vandaag. Waar ga jij nu heen? Want... Ik moet even langs Baren, want ik moet daar even zijn aankopen installeren. Oh. Dat is zeg maar deel van de service. Hij koopt je speaker. Installatieservice, precies. Groet! Hallo! Nee, hallo! Hey! Hallo? Installatie, muziek, Winkel Jones. Ja, installatietechniek. Ja, kom binnen. Ruud. Welkom bij Skullstraat 69. Bedankt voor uw aankoop. Ik kom uw speakers installeren. Meneer, u moet de speakers niet op uw hoofd plaatsen. Daar zijn ze niet voor gemaakt. Oh ja, hey, kijk. Oh, kijk, dat is wel beter. Hallo, hier, ik kom even binnen. Geeft u maar de speakers. Waar wilt u ze hebben, meneer? Nou, oké. Okay. Wat valt er allemaal mee te regelen? Want gaat het door de muren heen en zo? Of, kijk, ik zal deze even plaatsen voor de gein. Even hier zo. Oh, dit is wel een mooi liedje. Dit is Never Gonna Give You Up. Hij is nu net afgelopen. Maar kijk, dit is even voor het idee. We kunnen dus... Oké. Okay. Als u even rechter... Als u eventjes... Nee, kom nou even mee. Ik ben het toch aan het uitleggen, meneer. Oh, sorry. Kunt u dit minuutje openen als u hierop klikt, of niet? Nee. Oké, top. Nou, ik kan hem instellen voor u op de radius van 2. Dit is 2. Dat is zeg maar, dan kan je hem alleen horen als je er echt op staat. Heel dichtbij, ja. En 18, dat is het grootste. En alles ertussenin. Oké. Dit is 18. Maar we kunnen hem dus niet zelf instellen. Nee, daarvoor ben ik meneer de technicus. Hey, kom je even helpen? Dit is deel van de service. Maar, want dat betekent wel dat we hem niet uit kunnen zetten ook. Ja, versie 2 komt er meer functionaliteit, jongens. Het is voor de reden waarom ik dit zeg is dat... Als je dit dus plaatst hier waar je gaat bouwen, dan hoor je dat dus wel de hele tijd. Je kan ook de audio uitzetten, hè? Je kan ook de audio uitzetten. Hoe kan je de audio uitzetten dan? Alleen van die box. Ik weet wat ik ga doen. Ik ga een speciale cel maken en dan doe ik een speciaal liedje aan. Oh, en die kan je nooit uitzetten. Zou je hem voor mij misschien, even kijken, zou je hem hier zo boven in de hoek kunnen plaatsen? Ja, hoor. Ik maak er een plankje voor. Ja. Je had besteld Yoho een prijslijf voor mij, toch? Ja. Heb je een beetje kwaliteitsspeaker of gewoon heb je geïmporteerd van Alex? Oh ja! Alright, ja! Dit is... Yoho. A pirate's life for me. Ja, dit is helemaal super. Hoeveel van deze had u besteld, meneer? Ja, ik had eigenlijk maar één. Maar nu nog een paar meer diamonds geef, zou je dan ook een tweede aan de andere kant kunnen installeren? Absoluut, meneer. Oké, dan ga ik de diamonds even pakken.
dan ook. Oh, dit is vet. Ik denk hier zo. Aan de zijkant. Ja, tuurlijk. Zo, en dan doe ik ook hier zo. Zo. Oh nee, wacht, dat kan niet. Zo. Oh, wauw. Oké, ga de diamonds pakken. Geweldig, geweldig. Dankjewel, hè. Ja, geen probleem. Nogmaals, als u even zat van bent, dan kan je even je oren uitzetten voor nu. Maar in versie 2 werken we aan een manier dat u ook zelf de speakers uit en aan kan zetten. Oh, dat zou en als u nog een keertje een andere wilt, als u hebt hem gesloopt, geef me een berichtje, dan plaats ik hem gratis voor u opnieuw. Okay. En stel u wilt een nieuw liedje, dan kost dat 1 diamond per speaker om hem te vervangen. Hey, bedankt voor uw service. En kunt u mij dan ook maar meteen doen? Ja, natuurlijk, meneer. Wat had hij ook alweer? De eerste kan is wel handig als die daar gaat. Ja, maar als het goed is als deze plaats, dan is het weer yo-ho. Ja, zie. Ze moet even weten, wat was ook alweer uw liedje? Dan pak ik hem er even bij. Ja, iets. Welke deed je ook alweer? Oh ja, je had die piratenmuziek, hè? Ja. Dat is mooi, hè? Ja, dat is top. En hij mag wel op 18 dan. Hij staat op zijn hoogst. Ja, dat is top. En dan even kijken. Naar deze kant gaan. Hier verdwijnt. Dit is wel, dit is wel 18 blokjes, zeg maar. Ja, precies. Dus dan moet dat hier dus ook ergens. Ja, dit is goed. Dat is mooi, dat is mooi. En dan denk ik hier nog één. Ja. Doe maar hier zo, bij deze. Ja. Dat witte blokje. En dan natuurlijk moeten we ook eentje hier hebben. Ja, dat is wel handig, ja. Bij de ingang natuurlijk. Waar zal ik hem zetten? In plaats van dat dingetje daar. Nou ja, oké. Okay. Moet even kijken wat er kan komen, hoor. Ja, via hierboven, via hier. Oh. Dan. Ik ben er al. Oh. Oké, geeft u maar de speaker. Oh, ligt al beneden. Oké, zo. Even een beetje mooi neerzetten. Zo. Ja, dat is mooi, hè? Nou, dat is goed. Voor als u een keertje een herplaatsing wilt voor uw speakers, geef maar een geel. Dat doen we voor niks. En als u een keertje een nieuwe tune wilt hebben, dan kost dat een diamond. Aangezien u zeg maar al uw speakers gebruikt voor hetzelfde liedje, kost dat gewoon 1 diamond om dat te vervangen. Bedankt. Graag gedaan. Werk ze nog dan even, denk ik. Ja, ik denk dat ik nog wel een paar mensen af moet gaan. Hey, Chabé. Hoi. Hallo. Hier nou. Waar ben je? Hey! Ik haal even deze brug weg. Ik ging in de portal van de wolk en ik kwam hieruit. Dat is interessant. Nou. Hey, de zaken gaan goed. We hebben heel veel verkocht. En de piraten waren blij, joh. Oh, met hun installatie. Ja, is dat nog gelukt? Ja, het is allemaal gelukt met de installatie. Hun hele base is nu omringd door prachtige yo-ho's en Pirates of the Caribbean theme songs. Dus dat is helemaal goed. Ik heb nog van niemand anders gehoord dat ze een installatie willen. Dus ik denk dat ik lekker kan genieten van vrijdag. En als ik even iets anders, hè? Als ik hier naar beneden kijk, dan heb ik een beetje alsof er iets gebeurt. Is daar wat? Wat weet jij? Wel? Wat weet jij? Weet je wat? Wat weet jij? Niks. Nee, ik weet niks. Goed zo! Ik weet niks. Nee, maar als je dingen weet, dan laat dat vooral weten, weet je. Weet je, misschien weet jij wel meer dan ik. Heb je iets gezien? Ik hou mijn mond nu wel. Het is wel, Goed, kom maar mee. Oh. Cut the charades. Cut the charades. Ogen dicht. Ogen dicht. Volg mij. Ik heb mijn ogen dicht. Doe ze maar weer open! Volg mij. Hey, hoe kwam... Was dat... Oh, wow. Welkom in het drugslab. Dat is van... Nice. Ja, dat is van Breaking Bad, meisje. nu je hiervan weet, jongeman, ben jij onmiddellijk nu ook betrokken. Oh. Welkom in de drugshandel van de Nederland S&P 2. Oh. Wat wij, de hele muziekwinkel, heel Jones Muziek, is een pure hoax. Is een pure diversion. Het is een nevelpraktijk om mijn echte, ware praktijk te verschuilen. De drugshandel. De opening, yo. Dat was groot. Ja, nee, de opening. De muziekwinkel blijft bestaan. En het is ook maar goed dat iedereen denkt dat we een muziekwinkel zijn. En want als ze hier achter komen, dan is het klaar, Jarno. Dat is een geheim. Maar het is goed dat jij er nu ook bij bent. Puk en ik zijn de enige twee die er wie van weten. En nu jij ook. Dus welkom bij de drugsbende. Je kan er niet meer uit. Dit heb je jezelf aangedaan. Oké. Goed. Dus, ik ben nog aan het experimenteren hier ook. Want wat ik heb dus gevonden dat met deze kristallen hier. Kom eens eventjes hier. Deze kristallen hier, die creëren een soort van gekke high. Waar mensen helemaal wild van worden. Dus ik ben het nog een beetje aan het stabiliseren, zodat mensen niet alleen high worden, maar ook gewoon een goede tijd hebben. En dan komen ze terug, weet je wel. Dan willen ze meer. Dus ik heb dit lab laten bouwen. En hierdoor ben ik aan het experimenteren. Ik ben aan het experimenteren met komkommers, eieren, wat warped fungus en natuurlijk het main ingrediënt, de paarse kristallen. En ik heb sinds kort mijn handen gekregen op deze mooie jongen. Maar dat is het ei. Dit is het ei, Jarno. Is dat het ei? Dit is het enige ei. Hoe kom je aan het ei? Ik heb een nep ei gefabriceerd en geplaatst op de plek van het echte ei. Zodat de eigenaar er nooit achter zou komen. Nou, maar dan is hij nou... Oeh,
Interessant. Maar de kracht van het ei kunnen we dus gebruiken om onze drugs te neutraliseren. Maar ik ben er nog mee bezig. Ik ben nog op zoek naar het juiste ingrediënt. Ik heb het nog niet gevonden tot die tijd. Ja, een testtafeltje. Je kan je het een en ander testen inderdaad. Maar goed, tot die tijd. Deze plek bestaat niet, Jarno. Deze plek bestaat niet. Goed zo. Maar wat je wel kan doen is... Jezus, dat als jij nog mensen tegenkomt die zin hebben in een feestje, weet je. Je kan in ieder geval wel alvast een beetje lichtelijk de word spreaden. Dat wij ze wel kunnen helpen aan bepaalde substanties, hè. Substanties, ja, dat is een goed woord. Ja. Nee, dat ziet er goed uit. En mondje dicht over dat ei, hè. Welk ei? Goed. En trouwens, dit verklaart waarschijnlijk ook waarom de wolk ineens boven onze beest staat. Ja, die van, ja, ik bedoel, die... Zal niet in de gaten hebben dat het ei weg is? Of dat nee, het ei is er nog. Ik heb gewoon... er staat een heel prachtig mooi gefabriceerd ei... wat exact lijkt op dit ei. Hij zou niet kunnen weten dat dit ei nep is. Wel raar dat hij boven ons been staat dan. Heel toevallig. Ja, maar daar moeten we dus even in de gaten houden. Even in de gaten houden. Ja, nee, is goed. Goed. Okay. Maar ik ga hier dus nog even de komende tijd wat experimenten doen. Als de substantie klaar is, dan kunnen we gaan verkopen, misschien, Jarno. Ik help ook met de productiviteit. Ik voel me wel goed nu, maar het is niet de soort high die ik wil. Kijk, het mooie is als je dit soort dranken dus kan combineren met de kracht van het kristal. Met de kracht van het ei, de warped fungus, de komkommers en de eieren. Weet je wel, dan kom je wel ergens. Goed, wat we met die wolk gaan doen hierboven, dan moeten we nog maar een keertje als de village naar gaan kijken. Sorry. Ik vind het een beetje zorgwekkend. Heb je trouwens vleugels bij je? Ik heb vleugels bij me. Kom, we gaan eventjes naartoe. Kijk! Zie, het ei staat hier gewoon nog. Dit is het ei. Ja, ik zie ook een ei. Dit is het ei. Ja, zie je helemaal geen klein deurblokje. Dus ja, Link kan nergens wat van weten. Fuck is dat? Is dat Puk? Hallo? Hallo? Oh, jemig. Oké, ja, duister. Hey. Hallo? Zit die normale Puk er nog in? Hij is er nog. Ja, hallo, ik ben er nog. Hey, wil je drugslab zien? Oh, ja, we hebben dus een drugslab. Oh ja, dat is wel fijn om te weten, ja. Oké, ik wil hem wel zien. Ja, oh, wacht. Ja, wie is je duistere vriend eigenlijk? Dit klinkt heel raar. Ja, ik heb zeg maar... I fucked up. Lang verhaal. Wat heb je gedaan? Misschien heb ik mijn ziel verkocht, waardoor nu letterlijk... deze gast heeft nu controle over mijn lichaam. Oh. Ik heb er ook niet voor gekozen. Ik had liever een ander lichaam gekozen. Dat zeg maar, deze stinkt, maar... Ja, bij gebrek aan beter. Oh ja, oké. Nice. Dus het klinkt nu een beetje alsof ik een identiteitscrisis heb, maar daar komen we wel overheen. Ja, oké, nice. Jarno is trouwens deel van de geforceerd deel geworden van de drugsbende. Hij heeft het lab gevonden. Dus je weet hoe het gaat, hè? Als je het eenmaal weet, dan kom je er niet meer onderuit. Dat is wel zo, inderdaad. Oké, kom. Ja, ik wil het graag laten zien. Oké, als je naar het lab wilt, deze joker doe je even daar. Je moet die notebook. Ja. Dat is geniaal. Hey, toch? Kom maar mee. Welkom in het lab. Dit ziet er goed uit. Subliem. Oh. Het is de Breaking Bad team. dit is wat er al die tijd gebeurt onder... onder de village. Onder de muziekwinkel. Maar niemand wat vanaf weet, behalve jij, Jarno en ik. En ik nu ook. Ja, oké, jij nu ook. Ja, ik ben nog bezig om het recept een beetje aan te passen. Want we hebben natuurlijk de meth, hè. En ik merkte toch wel dat mensen er een beetje gek van werden. Zeg maar, het werkte wel. Het was wel het effect wat we wilden krijgen. Maar ze werden een beetje gestoord. En ik wil dat proberen een beetje te neutraliseren. Dus ik heb wat research gedaan. Even wat bibidi-boepidi babidi scooby. En ik ben er dus achter gekomen. Wat zeg je? Moeten we nog steeds die verslaafdheid, zeg maar, kunnen aanwakkeren? Exact. Niet helemaal gek worden. Ja. Dus ik heb Ser dit laten bouwen. Nou, het is helemaal mooi geworden. Ser heeft een contract ondertekend dat hij niet mag spreken hierover. Nou, daar houdt hij zo netjes aan en anders weet hem te vinden. Dus ik heb hier wat ingrediënten, wat warped spul. Ja. Wat is dat daar? Dat is het geheime ingrediënt, mijn beste Puck Life. Ik heb mijn ziel verkocht voor dat ding. Ja, hij staat nu hier. Dat is letterlijk wat er gebeurd is. Als ik bij de Eco-Manen clan wou, dan moest ik mezelf bewijzen aan Link. En daarvoor moest ik het drakenei verzamelen. En dat kon ik doen door zeg maar die te kopen van de duivel. En daar moest ik mijn ziel voor verkopen. Luister, Puck. Wat doet dat ding nu hier? Het is nu onderdeel van de onderwereld. Wij gebruiken dit om onze drugs te neutraliseren. Dit is het geheime ingrediënt van alle drugs, Puck. We kunnen niet produceren zonder dit ei. Ik ben wel
voorstander van. Ik weet alleen niet zo goed wat Link hiervan gaat vinden. Link hoeft het niet te weten, beste Puck. Ik heb op de plek van zijn ei een prachtig mooi nep-ei neergezet. Hij zal er nooit achter komen. Ja, en anders zorg jij er wel voor, toch, Puck? Jij zit bij hem in de clan. Jij zorgt er maar voor dat hij er nooit achter komt. Overtuig hem maar gewoon dat wat er nu ligt het echte ei is. Want het is ook het echte ei. Yo, jij gaat het weer fixen. Dan moet ik dit nou weer fixen? Puck, luister. De zwendel, deze ondergrondse basis, mag niet gevonden worden door niemand niet. Als Link hem vindt, dan moeten we hem neerhalen. Dat is gewoon de enige oplossing. Dat is het enige uiteinde wat hij dan heeft. En ik wil hem graag in leven houden, weet je. Ik mag Link ook wel, maar met ei moet gewoon hier zijn. Dat is wel lastig, maar het ding is zeg maar wel, zijn zoon zit erin. Ja, zijn zoon geeft juist de kracht die wij nodig hebben om het drugs te neutraliseren. Geboren zoon. Is het niet zeg maar, zelfs voor mij is dit nog maar best wel duivels. Het is een soort, hij zit nu in een soort van containment kamer. Hij kan nu niet uitkomen. We kunnen alleen wel zijn kracht tappen. Zie je die slangen daar bovenin? 4 slangen. Ik ben, while we speak, nu gewoon aan het tappen. Het wordt allemaal verzameld hierin. Alles komt hier samen. En als dit eenmaal klaar is, dan kan ik dit gewoon gebruiken nu. Vooral om het drugs te neutraliseren. Ik ben er nog mee bezig. Het is nog niet helemaal af, maar we zijn er bijna. Maar even één belangrijk detail op zich wel. Wat als het ei uitkomt? Ja, dat kan dus niet. Het zit in een containment area. Zeg maar, het is een soort van bevroren. Oké, nou ja, dan moeten we maar voor zorgen dat Link er niet achter komt. Ja, dat is het beste. Ik heb nu zeg maar hierboven wonen. Ik weet niet of je dat hebt gezien. Ja, ik heb dus het gevoel dat die wolk dus hierheen is gekomen omdat het ei dus hier is. Ik weet niet of dat helemaal klopt. Dat is een theorie die ik heb. Dat zou heel goed kunnen. Ja. Nou, dan moeten we er maar... Eerlijk gezegd ook, dat die, zeg maar, die tempel van Link dat misschien zeg maar het ei aantrekt. Ja, dat zou goed kunnen. Maar ja, er staat al een ander ei in zijn beest, dus we moeten maar een smoes verzinnen. Nou ja, het is wel een nep-ei. Nou ja, In ieder geval, laten we proberen om zoveel mogelijk zeg maar dat ei te gebruiken, zolang het kan. Ja, als ik ben nu nog aan het experimenteren, maar als ik op een gegeven moment het recept heb, misschien kunnen we op een gegeven moment het ei wel weer teruggeven, weet jij veel. Ja, precies. Van, oh nee, hij was er toe vervallen. Ja, weet je, dat kunnen we nog wel eventjes uitzoeken, inderdaad. Maar voor nu staat dat ding daar goed. Ik ga proberen om mijn mond te houden. Ja, ik ga gewoon mijn mond houden, maar goed zo. Ik hoop voor dat hij niet achterkomt. Ja, dat hoop ik ook. Nou, dit is het. Ik hou wel een beetje in toon. Het lab is mooi, hè? Ik vind hem wel mooi. Je had het over de onderwereld, ben ik wel groot voorstander van. Dat is goed. Ik mag je nieuwe vriend wel, Puck. Dus gast heeft tenminste wel een beetje pit. Gast! Nou, en dan sluiten we de boel weer af. Vergeet vooral niet de boel weer goed te beveiligen. Nou, we spreken elkaar en ik ben benieuwd naar de verdere praktijk hiervan. Ja, ik ook. Je weet wat je te doen staat, hè, mocht Link achterdochtig worden. Ja, dat komt helemaal goed. We spreken elkaar snel weer, Puck en vriend van Puck. Ja, bedankt voor de update sowieso. En we zijn nu letterlijk buren, dus dat komt mooi uit. Dat scheelt wel een hoop, ja. Ja, inderdaad. Nou, ja, we moesten Puck nog wel even updaten over dat drugslab. Wel een beetje kloten dat hij... Dan zei ik letterlijk van Puck, kies even een clan uit waar je gewoon in kan zitten, zeg maar, als schaduw. Ik ben dan in de Felix gekomen als Shadow Clan. En nu gaat hij met zijn dikke harsjes in de clan van Link zitten. Ja, dat is helemaal kut, want ik had het hij nodig. En nu zit hij in de clan van... Ik weet nog niet hoe dit gaat uitpakken. Tegelijkertijd kan hij ook from the inside, weet je wel, kan hij het een beetje bepiepelen daarom. Maar goed, we gaan het zien.